Maar dit is toch ook gewoon alleen al naar die ganzen te kijken. Dat is toch geweldig. Oh, kut! Wauw, Lars, wat scheef, ouwe. Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video. We spelen vandaag The Hunter Call of the Wild. Ik heb deze game wel eens een paar keer gestreamd. Maar er is een nieuwe update geweest. Waardoor we dus op Whitney Beersen, dat we op ganzen kunnen jagen. Nou, dat is natuurlijk super tof. Maar daarvoor hebben we wel het een en ander nodig. Namelijk, allereerst hebben wij eventjes een nieuwe shotgun nodig. Want we hebben namelijk nieuwe shotguns zijn erbij, zoals je ziet. Dus de tracker. Ik zei de Fiona, de Raven en de Hazel. Maar ik vind die witte vind ik wel vet. Dus die ga ik eventjes kopen. Dan moeten we daar nog ammo voor hebben. Ik weet alleen niet precies welke het beste is. Dan keer short range. Want je hebt Buckshot en Slug Shells zijn het grootste. Want je hebt hier is kleine hagelsteentjes. Deze zijn een stuk groter. En dit is gewoon echt deze shell. Nou, ik denk dat we gewoon de Slug Shell gaan doen. Denk ik hoor. En dan kopen we er een paar van. Zo, die en die. En dan moeten we nog een paar decoys hebben. Want met die decoys, dan kun je dus... de ganzen, die gaan er dus naar beneden, zeg maar. Je krijgt er 5 per stuk heel de tijd van. Dus als we die gewoon eventjes... buy. Dus hebben we nu 5. Ik weet niet of dat voldoende is. Ik denk het haast wel. En dan moeten we nog zo'n blind hebben. Ik weet niet precies hoe dat heet. Layout blinds, deze. Maar dan ga je inliggen. En als er dan een beest komt, dan schiet je omhoog, zeg maar. Dus dat is ook super vet. Moet alleen even kijken. Dan doen we die allemaal weg. Wat is dit? Punt 22. Nee, we nemen wel. Is er niet een knop voor clear all? Nee, we doen gewoon even alles weg. Oh ja. Uiteraard moeten we ook eventjes die caller hebben. Die moeten we ook nog hebben. Ja, hier. De Short Reed Canada Goose Caller. Dat is die. Die hebben we nu ook. 12 GA slak moeten we hebben. Dan doen we de... daar hebben we er namelijk nog eentje. De 20 heb je en de 12 heb je. 12 GA buckshot. En alleen buckshot. Ik denk het wel. Dan nemen we die buckshots meer. 12 GA buckshots. En dan moeten we de Fiona moeten meenemen. Dat is deze. En dan nemen we... Deze meer, we hebben 2 shotguns. En dat, volgens mij hebben we bijna alles. Moet alleen de tent moeten we meenemen. Die mogen eigenlijk allemaal wel weg. Die mogen ook allemaal weg. We doen even alles weg. Dan doe ik dat de andere keer. Ga ik dat wel weer helemaal goed doen. De Short Reed Canada Goose Caller moeten we hebben. First Aid hebben we op zich niet zoveel van nodig. Rangefinder die hebben we wel nodig. Die layouts blinds moeten we hebben. En die decoys. Nou, ik weet niet precies waar die tussen staan. En hier. Searching and Sentry. Volgens mij hebben we nu alles. Dus wat we nu gaan doen. Is naar het veld toe. Gaan we daar alles klaarzetten. En als we daar zijn. Dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we kijken of we misschien op ganzen kunnen jagen. Goed. We zijn nu in ieder geval op de open plek. Want het huisje is zeg maar die kant op. En dan gaan we hier gewoon alles neer. Want we hebben hier op zich wel een heel mooi ruimte zo. Dat we alles een beetje wel redelijk kunnen zien. Maar alleen even kijken waar we eigenlijk daadwerkelijk alles neerzetten. Dus eventjes op F2 drukken. Even naar inventory. Daar hebben we portable. Even kijken. Ach, die moet ik natuurlijk ook weer allemaal. Ach ja, tuurlijk. Die moet daar. Die moet daar. Nee, 12 GA moet daarop en een 20 GA moet daarop. Maar ik wil die gaan eventjes wisselen als dat kan. Lures. Nee, de Canada Goose. Die doen we op 4, 5 en 6. Die doen we daarop. En die doen we op nummer 8. Wat hebben wij zeg maar... hier liggen wij in. Dus hier poppen wij als we daarin liggen. En er komen ganzen uit. Dan springen we er direct uit en dan kunnen we schieten. En daaromheen gaan we allemaal decoys neerleggen. Dus als wij een beetje in het midden zitten, een beetje hier zeg maar. Zo. Dan hebben we nu ook even die decoys. Hoi mond! En dan kunnen we er een paar neerleggen. In een mooi randje, zeg maar. Eromheen. Zo. Dat doen we natuurlijk niet helemaal. Kan best zijn dat we er nog wat extra bij moeten hebben hoor. Ik heb nu 1, 2, 3, 4, 5 heb ik nu geplaatst. Volgens mij zijn ze oneindig, maar dat maakt niet uit. Kijk, dan doen we gewoon een beetje een rondje maken we. Om de blind heen, zeg maar. Zodat ze in ieder geval van alle kanten dat ze het in ieder geval kunnen zien, zeg maar. Dus, en ik met me, zeg maar. Oké, nou ja, goed. Het is wel een scheef rondje, maar dat maakt niet uit. Dan hebben we nog... Deze hebben we nog. Dus die doen we er gewoon tussen. Oh, verkeerde knop. Die doen we er een beetje tussen, zo. En je kunt ze draaien hoor. Volgens mij is het... Er komt een helikopter aan. Kijk, dan kun je ze met rechtermuis kun je ze draaien. Uppakee, dan kun je daar eentje neerzetten. Zo. En is het zometeen is het eigenlijk alleen maar wachten totdat de ganzen overkomen vliegen. Maar dat is natuurlijk elke keer is dat natuurlijk random. Een heel scheef rondje dit hoor. Dan hebben we, dit is de Goose Caller. Dan hebben we ook nog nummer 8 geloof ik. Nee, nummer 7. En waar zit mijn andere in hè? Inventory. Searching, feeding en sentry. Dus searching. Is die. Feeding. Is die. Is het dezelfde? Nee, dan moeten we deze nog hebben. Het ziet er heel scheef uit, ik weet het, maar het gaat om het idee. Dat het in ieder geval werkt. Ik had er volgens mij maar 5 gekocht, maar goed, maakt misschien heel veel uit. Ja. Ik denk dat dit wel haast goed moet zijn. Ziet er een beetje heel stom uit. Wat hebben we daar? Een wild boar. Nou is het eigenlijk een kwestie, want dit is die nieuwe shotgun. Nou is het eigenlijk een kwestie om te wachten totdat de ganzen overkomen. Dus wij kunnen hierin liggen, zoals je ziet. En dan wachten we dat de ganzen overspringen, zeg maar. En dan gaan we direct in de koe direct schieten. Kijk, dan gaan we open. Snap je? Dus nou is het eigenlijk een kwestie van wachten. Hopelijk duurt het niet te lang. Zodat er op een gegeven moment allemaal ganzen overkomen vliegen. En wat in de Hunter Classic heb je ook allemaal van die callers en weet ik van. Nou ja, maar goed, we hebben dan deze. Deze. En dan komen dus die ganzen, die komen dus naar ons toe. Op een gegeven moment. Maar ja, het is dus nou eigenlijk een kwestie van wachten. Totdat we een paar tegenkomen die overkomen vliegen. Want je hoort ze wel aankomen. En dan hoop ik dat we ze kunnen schieten. Ik hoor ganzen. Ze vliegen daar in de verte. Daar vliegen ze. Zie je dat? Hier vliegen ze. Dus nou, ik weet niet of ze hier deze kant op komen. Maar ze zijn er wel. Oh. Zijn er nog meer of niet? Zijn er nog meer? Ja, dan komen ze aan, dan komen ze aan. Ja, 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 ja! Kom maar! Komen jullie deze kant op? Oh, wat is er met dat beest? Zag je dat? Dat beest dat glitst. Kan ik hem schieten? Wat is er met dat beest aan de hand, joh? Ik hoor ze namelijk niet. Die was mis. God dang it! Ho! Ja, daar gaat er eentje. Ja! Yeah. Hij werd met een gans geschoten. Woe, let's go! Laat ik even mijn wapen herladen. Oké, ja, het ging niet helemaal goed, want ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat beest was helemaal een glitch. Je zag dat dit deed hij. Maar als we er nu uitgaan, en we gaan eventjes naar die Canada Goose toe. Waar hebben we hem geraakt? In de pelvis. En er was een vrouwtje. En volgens mij, er was een knop. Ja, kijk, rechtermuisknop. Dan kun je dus hoe de beesten er in het echt uitzien. Dus dat is wel vet. Accept. Nou, hartstikke mooi. Laten we nog eventjes kijken of er nog een paar tegenkomen. Dit was een beetje... Oh shit. Dit was een beetje marig dit. Wat we net hadden. Mag ik erin? Hallo, mag ik erin? Dit is mental. Nee, ik wil erin zitten. Enter. Zo. Dat is het probleem een beetje met dit. Want je moet natuurlijk wachten totdat de beesten overvliegen. Ze kunnen, het is altijd rennen. De ene keer duurt het hartstikke lang. De andere keer komen ze zo eroverheen. Dus daar moeten we eventjes mee wachten. Maar we hebben in ieder geval al onze eerste ganzen geschoren. Dus daar ben ik wel blij mee. Maar dan moeten we alleen nog wachten totdat de volgende... overheen kwam. Want ik zag dat een beetje om 11 uur is de beste tijd een beetje om te jagen. Dat is nu bijna 9 uur. Als je op de dinges kijkt. Dus moet eventjes rekening mee houden. Maar misschien dat ook wel iets met een missie is of zo. Harvest 3 boars. Female bison. Harvest animal on within 20 meters at night with a shotgun. Harvest a fox down there from at least 100 meters away. Ja. Nee. Laten we nog eventjes wachten tot we weer ganzen tegenkomen. Want ik hoorde ze in één keer aan de linkerkant. Dus dan zijn er wel een paar in de buurt. Ja hoor, er komen er weer een paar. Ik hoor ze. Vanaf daar ergens. Ja, daar zijn ze. Hopelijk komen ze deze kant op. Want normaal gesproken... Ik weet namelijk niet of ze... In de Hunter Classic had je namelijk 2 callers. Eentje voor veraf en eentje voor dichtbij. Maar deze zijn alleen voor dichtbij. Dus in principe zouden die beesten, als ze die decoys zien, direct deze kant op komen. En met deze caller komen ze dan nog dichterbij. Zo werkte dat in Classic. Hoe dat precies hier werkt, weet ik niet. Want volgens mij vliegen ze gewoon verder. Dat is een beetje jammer. Maar ik zie verder ook niet echt een ander dingetje. En dat is wel het nadeel van ganzenjagen. Je moet gewoon wachten totdat een convoy, of hoe je dat ook zegt, een groep, zeg maar, een groep overvliegt. Je doet de rest van de tijd doe je niks. Je wacht gewoon totdat de ganzen overkomen vliegen. En verder kun je verder niks doen. Want normaal gesproken, als je nou gewoon normaal jaagt, dan loop je ook nog en dan kom je vanzelf wel beesten tegen. Maar omdat je op ganzen jaagt, zit je de hele tijd op één plek en wachtende op ganzen. Wat ze misschien hadden toe moeten voegen, weet ik niet of ze dat in het echt gaan gebruiken. Dat was een hert. Of een reer. Dat je bijvoorbeeld iets van eten hier neerlegt. Of iets van een geurtje of zo. Dat ze daarop afkomen. Wat nou is het eigenlijk alleen, als ze overkomen vliegen, dan zien ze deze decoy staan. En dan denken ze van, oh daar is het gezellig, daar gaan we ook naartoe. Daar zitten ze te eten, daar gaan we ook heen. Dan zou dat wel moeten werken. En met deze callen komen ze dus dichterbij. Maar... ik denk dat het opnieuw wachten geblazen is. Totdat wij weer kunnen schieten. Dat is nou de ganzenjagen. Ja hoor, er zijn er een paar. Hier vliegen er al 2. Ik weet niet of die gaan landen. Maar achter ons is ook nog een heleboel. Ja, ze komen best wel overvliegen nu. Laten we hopen, we kunnen anders ook wel even wachten als ze gaan landen. Dat we nog niet direct gaan schieten. Moet ze even goed in de gaten houden. Kijk ze burger dan. Ik weet niet wat dat is. Kijk ze dan. Ja, ja, er gaan er een paar landen. Ja hoor. Ja. Oeh, hij komt dichtbij. Oeh. Ah. Ja, oh, boep. Ja, en nu? Die zijn nog steeds aan glitchen en buggen. Hij is wel ganzen bij ons. Kom eens wat dichterbij, ik wil jullie even wat beter zien. Ja, ik zal ook mijn wapen vast erbij pakken. Die twee die zijn nog steeds hartstikke gebukt. En die daar ook, maar er zijn er wel een paar geland. Maar dit is toch ook gewoon mooi, om gewoon alleen al naar die ganzen te kijken. Dat is toch geweldig. Oh, kut! Wauw, Lars, wat scheef, ouwe. Oh, Lars! Wat doe je? Hoe scheef wil jij schieten? God dang it! Oh. Wat naar. Ik pakte mijn wapen en direct waren ze weg, hè? Maar ze er gewoon nog een paar bij komen. Hoop ik. Ja, er komen er wel een paar. Daar zijn er twee. Die komen sowieso deze kant op. Hier zijn er twee. Daar is er nog eentje. Hier is ook nog een paar. Oké, er is er eentje geland. Ik ga nu niks doen. Ik heb mijn wapen al vast. Het wordt hier druk! Die twee zitten vast. Maar we hebben nu de goede shotgun bij ons. We hebben er nu 6. Hoeveel zijn er nu geland? Ik zie hier 2. Volgens mij staan er nu 2 op de grond. Misschien nog 3, misschien dat er nog eentje daarachter zit. Maar er komen er nog een paar. Die is ook alweer gebeurd. Er komt nog ergens een groep vandaan. Kijk, daar komt er nog eentje aan. Als we nou gewoon even wachten totdat hun ook gaan landen, dan kunnen we ze allemaal misschien in één keer pakken. Dat zou wel leuk zijn. En wat die twee hebben, weet ik niet. Die gaan hartstikke traag. Ja, daar komen er 4, 5 aan. En ze nou ook even gaan landen. Ah, jawel toch. Er zijn hier jullie soortgenoten. Kom, ga landen. Bukt weer eens hier. Ja, die gaan ook landen. We kunnen die 3 misschien wel pakken. Waar zijn de anderen? Daar is nog eentje. Die is heel ver. Daar zijn er ook nog 2. Ik heb er maar 3 kogels, ja. Maar ik denk dat het op zich hebben we best wel... Hoeveel hebben we er geschoten? 1, 2, 3, 4 stuks of zo. Ah, ik vind het mooi. Alleen, ik moet er nog wel wat meer oefenen. Want met de Hunter Classic is het een ander verhaal. Maar ik vind het wel mooi werk. Ik vind dat... Ik heb jagen heb ik altijd mooi werk gevonden. Oh, daar ligt er nog eentje. Maar ik moet het natuurlijk ook gewoon iets vaker oefenen. Dat is op zich ook wel een dingetje natuurlijk. Accept. Dus ik denk dat ik hiermee de video ga afsluiten, jongens. We hebben een paar mooie ganzen geschoten. Het duurde alleen wat langer dan ik eigenlijk had verwacht. Maar dat maakt niet uit. We gaan eventjes een fotootje maken. Van onze ganzen. En dan vind ik het morgen is voor vandaag, jongens. Krijgen we allemaal geld, dus dat is op zich ook wel leuk. Zo. Misschien is dit... Er moeten wel allemaal een beetje allemaal opstaan. En jongens, ik wil allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video van The Hunter Call of the Wild. Ik had eventjes zin om te jagen, want er is een nieuwe update geweest dat je op gans kon jagen. Dus dan doen we dat nou eventjes. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot de volgende keer. Kalm!